Ja, we zijn hier op de eerste verdieping van het Multatuli-huis, het geboortehuis van Multatuli. Hier is hij in 1820 geboren, had al een oudere broer en zus, nog een andere broer. En hij heeft hier een paar jaar gewoond met zijn ouders. De grote schrijver Multatuli heeft hier zijn eerste stappen gezet. Ja, een heel mooi geschenk was dat, ja. Van een bevriend theatergezelschap. Zo. Zij hadden zijn stuk opgevoerd met groot succes en een tournee gehad. Dat was echt met Mina Kruseman in de hoofdrol. En zij dachten, ze waren zo blij met hem, met dat toneelstuk, dat ze hem dat hebben geschonken. Zo gemiddeld, 120, 130 per maand. Het is behoorlijk toegenomen, het laatste jaar zeker, dit jaar. Daar zijn we erg blij mee. Het zijn van allerlei soorten bezoekers, schoolklassen, studenten, leesgezelschappen, zomaar dagjesmensen, maar ook internationale toeristen. Dus mensen, ja, Multatuli is natuurlijk over de hele wereld vertaald in meer dan 40 talen, dus interessant ook voor die mensen uit het buitenland. Beneden hebben we nog een tentoonstelling over de Max Havelaar, omdat dat toch zijn belangrijkste boek is. En helemaal beneden in de kelder, een documentatiecentrum, waar we alles hebben over Multatuli en al zijn edities hebben verzameld. En onder de pendule bijvoorbeeld staat nog een koffertje wat hij gebruikte op zijn lezingentournees door het hele land. Op een gegeven moment was de trein natuurlijk aangelegd in de 19e eeuw. Kon hij overal heen, van Winschoten tot Middelburg, hield hij zijn lezingen. Het kistje, het koffertje, daar staan zijn initialen nog op het deksel. Dus het is heel bijzonder om dat hier nog in ons in dit huis te hebben. Besluitvormingsprocedure te oordelen op de uitkomst. Slechte democratische besluiten zijn slecht en blijven dat ook. Stelling 2. Wat nodig is, zijn integere politici en democratie brengt die niet voort. Weten wat goed is en toch iets anders doen, omdat dat opportun is, betekent dat iemand niet goed is. Stelling 3. Van kiezers valt niets te verwachten. Multatuli noemt wel zelf de mogelijkheid om andere politici te kiezen. En ik doe dat expliciet in het volgende citaat. Ik heb veel landen bezocht en beijverde mij overal acht te geven op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar nergens zulke totale absentie van plichtbesef. Nergens zo'n walgelijke onbekwaamheid hebben aangetroffen als bij het bestuur der stad Amsterdam. Wat mij het meest intrigeert, en dan wend ik me nu even tot de voorzitter. Ik zou wel eens een keer willen weten wat een beroepspoliticus vindt van wat Multatuli uiteindelijk over politici dacht. Hij was in zekere zin gek genoeg een monarchist, moet ik mijn tegenzin altijd zeggen, maar dan was hij wel een beetje, omdat hij zei, ja, een koning kan bij toeval bekwaam zijn. Bij politici, gekozen politici, is dat eigenlijk een stuk heel onmogelijk, dat kan niet. Want het is natuurlijk heel erg duidelijk dat juist politicus nu voorzitter is van een genootschap dat zich met deze figuur bezig. Nou ja, kijk, het grappige is wel, even heel kort, we hebben in Nederland eigenlijk niet zoveel gekozen politici, ja, in de Tweede Kamer. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld burgemeesters, ministers, etc., die worden niet gekozen in Nederland. Dus dat is het dus de vraag van je kunt zeggen, nou, leden van de Tweede Kamer. Ja, dat kan natuurlijk van alles wezen. En dat weten we ook. Daar zitten hele goede mensen tussen en mensen waarbij je denkt, dat moet de kost nemen maar mogelijk. Maar als je het hebt over ministers, die worden dus op een andere manier uitverkoren.
En dan graag toch in zekere zin wel onzeker laten van bekwaamheid, althans in de ogen van degene die dat moet kiezen. En dus daar zit een ander systeem achter. En of dat nou leidt tot betere politici, ja, dat zal iedereen moeten uitmaken voor zichzelf. Maar ik denk dat de kans op betere mensen bij de benoemde procedure iets groter is dan bij de gekozen procedure. Terwijl het is niet zo democratisch. Staat in het kort staat Max Havelaar natuurlijk ook op de historische kanon en als een van de 50 lemma's. En dat wordt toch als uitgangspunt voor het onderwijs gebruikt. Dus het is voor die kinderen dan heel leuk om daar concreet een beeld bij te hebben bij dat Max Havelaar, bij dat boek. Hè, dat ze de spullen zien, dat ze de kruidnagelplant kunnen ruiken hier, die Multatuli ooit heeft meegenomen. En het is voor hun een leuke aanvulling op het boek dat ze dan soms helemaal moeten lezen, soms fragmenten. Een voorbeeld in de zin van dat hij groot succes had met zo'n boek. Misschien dat ze nu niet een boek zouden schrijven, maar een show zouden houden op televisie. Maar dat terzijde, hè, dat succes wat zo'n schrijver had, spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Maar anderzijds, ja, vertel ik ze ook zeker Multatuli's donkere kant. Dus dat Multatuli ook gokverslaafd was bijvoorbeeld. En alle gevolgen van dien, hè, dat hij zijn gezinnen ook verwaarloosde financieel. En ik denk dat dat ook zeker indruk maakt. Ik vind het heel belangrijk altijd om die twee kanten te laten zien. Multatuli, ja, dat is natuurlijk zijn pseudoniem. Hè. Dat is Latijn voor multa. Of multa is dan veel en tuli is geleden. Ik heb geleden. Dus heeft hij aan elkaar geplakt. En dat heeft hij zo gekozen omdat hij enerzijds heeft geleden vanwege het leed van de Javanen. Die werden uitgebuit, daar kon hij niet tegen. Dus daarom moest hij ook lijden. En aan de andere kant, het heeft echt een betrekking op hemzelf. Dat is dat hij ook heeft geleden omdat hij ontslag heeft genomen om zijn boodschap te gaan verkondigen. Hij heeft bewust gezegd, ik wil hier niet meer aan meewerken. Maar daardoor verloor hij wel zijn pensioen, zijn salaris, et cetera. Hij vergooide zijn hele kansen daar op carrière. Dus vandaar dat hij ook zelf heeft geleden. En hij vroeg zich ook af, en nu kom ik, waar ik u aandacht voor wat hij nu vraagt. Want daarmee is hij in feite een advocaat voor het ongeboren kind, of voor het buitenechtelijk geboren kind. Hij vraagt de moeder of zij dat kind wel hartelijk welkom heeft gekust in het leven. Of ze het aan de borst heeft gelegd, waarna de lippen geuzig snuivend zochten met wetteloze onbescheidenheid. Geholpen door medeplichtige kneusjes, zo lief om te zien. Niet bewust als ze waren dat de zeden verschil maken in aanspraak. En dan schrijft hij op 4 oktober 1863 een brief van wel 20 kantjes. Waarin dan die woorden, mevrouw, ik wil u spreken van liefde. En hij noemt zichzelf een infaam slecht schepsel. En hij wil zijn zuster in verdorvenheid troost bieden. En hij wil het niet overstelpen met die bitterzoete braafheid waarvan ze zoveel last zou krijgen, want ja, de zeden. Want zij had immers een onecht kind. En zij Multatuli, hij waarschuwde haar. Men zal nu spreken van zedigheid en van christendom, van kuisheid en beschaving, van voorvaderen die nooit zondigden en van voormoeder met gesteven halskraag en dito begrippen. Men zal nu spreken van Gods goedheid in uw kerken, van zijn almacht in uw verdrukking. Van maatschappelijke plichten en godsdienstige plichten. Van hoge en lage plichten. Zo ging het dan de hele tijd door. Maar eindigt hij. En mevrouw, ik wil u spreken van liefde. Flexibiliteit van deze nieuwe apparaat. Hij buigt als je hem in je zak stopt.
En dit is een wereldprobleem. En dit vinden Sander en ik afschuwelijk. Wat een blamage. Is dit nou echt het grootste probleem van deze nieuwe iPhone? Het gebeurt heel dikwijls dat wij iets niet zien omdat het te groot is. Lange tijd heb ik geslapen, maar nu zie ik de hele waarheid. En dit alles komt door de persoon die nu aan mijn zijde staat. Ik kan hem inmiddels mijn vriend noemen. En daar ben ik trots op. Deze man is zelf arbeider geweest in een fabriek in China. Deze man heeft zelf de pijn ondervonden en de leed gezien die daar plaatsvond. Ik presenteer aan u Max Havelaar. Het is gruwelijk. Wat er daar in het Verre Oosten gebeurt, daar in China. Ja, het lijkt allemaal zo ver weg. Maar in feite is het zo dichtbij. Het zit in uw eigen zak, in uw eigen tas of in uw eigen nachtkastje. Ja, dames en heren, ik heb het hier over het huidige slavenarbeidssysteem. En voor de mensen onder ons die denken dat de slavenarbeid de wereld uit is, tegen hen zeg ik, dat is niet zo. Nee, uw iPhone is niet zomaar een telefoon. Nee, uw iPhone staat symbool voor de onderdrukking van een volk. Mijn volk. Mijn volk werkt dag en nacht in de fabrieken onder onmenselijke omstandigheden voor een simpele telefoon. En deze omstandigheden dalen tot zo'n diep punt dat de mensen maar besluiten de touwtjes in eigen hand te nemen. En zich vervolgens ook aan deze touwtjes op te hangen. Ja, dames en heren, er kleeft bloed aan jullie iPhone. Ik wil wakker worden in een wereld zonder uitbuiting. Ik wil wakker worden in een wereld waarin mijn volk niet onderdrukt wordt. Ik wil wakker worden in een wereld waarin mijn volk niet dagen van 11 uur hoeft te maken voor een simpele telefoon. Ik wil wakker worden in een wereld waarin mijn volk werkt voor een degelijk loon. En ik wil bovenal de nachtmerrie van gisteren vergeten. Daarom hoor mij, dames en heren, hoor mij. Ik vraag u om samen met mij de iPhone zoals hij nu is niet langer meer te pikken. Ik vraag u om samen met mij de iPhone zoals hij nu is niet langer meer te kopen. Ik roep u op om samen met mij naar Apple te gaan en ze één simpele vraag te stellen. Ik roep u op om samen met mij om een eerlijke telefoon te vragen. En zo hoop ik in de toekomst niet een bloedmooie iPhone te zien, maar een bloedvrije vertelefoon. Dat was tot voor kort nog een gemeentelijke subsidie, tot een paar jaar geleden, zo net voordat ik kwam. Dat is helaas opgezegd, zijn uit het kunstenplan gegaan. Waarom is dat gebeurd? Het is toch in het kader van die enorme bezuinigingen van de laatste jaren, daar konden wij toch ook niet aan ontkomen. En helaas kiezen ze dan voor om zo'n klein museum, zo'n belangrijk cultureel erfgoed, om dat dan maar te schrappen. Maar dat zal toch geen miljoenen kosten? Nee, dat is het gekke, hè? Dat er gaan miljoenen naar die grote musea. En dat is natuurlijk ook heel wat waard. Maar dat ze dan zo die paar keer 10.000 euro die wij nodig hebben, dat ze dat dan toch niet over hebben. Vind ik altijd heel moeilijk om me dat voor te stellen. Maar blijkbaar hebben ze toch die keuze moeten maken. En er zijn geen ministers die dan bijspringen? Ja, dat zou je verwachten. Dat er toch mensen opstaan. Hè? Dat tot nu toe is dat niet zo gebeurd. De musea moeten allemaal cultureel ondernemen. Hè? Dus we proberen nu allerlei andere dingen te organiseren en fondsen aan te vragen. Het probleem is dat die fondsen vaak toch ook een groot deel eigen budget, eigen bijdrage vragen. En we kunnen eigenlijk nergens van uitgaan. We hebben gewoon heel weinig. Dus het is heel moeilijk om daar dan weer wat bij te krijgen via fondsen. Verder proberen we, we gaan toch misschien toch toegang heffen. Dat is eigenlijk tegen het idee van Multatuli. Hij wilde dat iedereen naar binnen kon, ook hoe arm die ook was. Misschien gaan we dat toch doen. We verhuren de ruimte ook tegenwoordig. Kleine clubjes, vergaderaars, verenigingen. En we gaan ook dingen organiseren als het lukt met een beetje steun van fondsen. Om literaire avonden te organiseren voor mensen. En dan toegang te vragen.
En verder hebben we natuurlijk, ja, een belangrijk deel is natuurlijk ook het genootschap, de donateurs. We hebben zowel vaste donateurs, het genootschap, Multatuli genootschap, zo ongeveer 350 leden. Plus incidentele donateurs, mensen, bezoekers die langskomen, vragen altijd een bedrag naar vermogen. Mensen die zomaar wat storten, daar hebben we nog wel wat inkomsten van. Word lid van het Multatuli genootschap. Het Multatuli genootschap is opgericht door mensen als Wieboud. En die zagen al 100 jaar geleden het belang van het verzamelen en het bestuderen van het erfgoed, het literair erfgoed van Multatuli. In dit huis is Multatuli geboren en hier zijn ook de 25 delen verzameld werk geëditeerd, zoals dat zo mooi heet. Alle archieven zijn nageplozen, alle brieven die hij schreef, dat is ook al opvallend op zich, zijn bewaard door alle ontvangers. Brieven die aan hem gestuurd waren, bewaarde hij zelf zelden, maar brieven van hem waren goud waard. Dat zag men toen, dat zagen uitgevers toen, die kwamen ook naar hem af, vroegen om briefjes. Die man had een geweldig talent om dingen die in de maatschappij speelden, bijvoorbeeld in de Max Havelaar, de behandeling van andere mensen, andere culturen, maar ook vrouwenemancipatie, maar ook zelfontwikkeling. Het leven is ervoor om jezelf te ontwikkelen, om jezelf uit steen te hakken. Dat kost moeite, maar het levert ook iets op. En om dat werk, om die studie, om de interesse daarvoor gaande te houden, is het van belang dat we nieuwe leden krijgen. Dat we nieuwe mensen geïnteresseerd raken in het gedachtegoed van Multatuli. En dat ze ons helpen voor, al is het maar een tientje per jaar, het kan ook voor iets meer, dan krijg je een prachtig jaarboek met allerlei schitterende artikelen. En voor mensen die iets beter in de slappe was zitten, is er een speciaal Multatuli lidmaatschap, aftrekbaar voor de belasting, maar word in ieder geval lid. En lees Woutertje Pietersen, lees Max Havelaar en lees de brieven en het andere werk van Multatuli. Het is een feest. Elke keer weer, de man is een soort groot kristal, een grote diamant die aan alle kanten schittert. En dat kun je van genieten als lezer.